Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland, hier en daar is een klein beetje plek voor zon, maar op het algemeen is het dus een grijze boel. In het zuidoosten valt misschien een spatje, dat verdwijnt, dan wordt het even droog en dan lopen de temperaturen op. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 25 graden in het binnenland. In het zuidoosten kan het lokaal 26 of 27 graden worden. Maar in de loop van de middag ontstaan wel nieuwe buien met in het oosten en zuidoosten ook kans op onweer. In het noordwesten blijft het waarschijnlijk gewoon droog. Af en toe een beetje zon, vaak wolkenvelden, ook vanavond, met een temperatuur die langzaam daalt richting de 20 graden. Dan beginnen we morgen opnieuw met een wolkendeken, met hier en daar wat zon in het noordwesten. En in de loop van de dag in het binnenland een aantal buien. Temperatuur levert in, het wordt 19 tot 22, lokaal misschien 23 graden. In de nacht naar woensdag en woensdag overdag regent het een tijd en kan er veel regen vallen, plaatselijk meer dan 30 mm. En woensdagmiddag begint het langzaam wat op te klaren van het westen uit. Dan is het donderdag weer droog, maar vrijdag valt er een enkele bui. We doen het dan met temperaturen van 19 of 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.